Lijsttrekkers uit de 6 kernen aan het woord over de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de bibliotheek van het Lichtruim in Bilthoven hebben we de lijsttrekkers uitgenodigd om aan de hand van 4 vragen in 5 minuten de kernwaarden en standpunten van hun partij aan de kiezers duidelijk te maken. Met in deze aflevering Anne de Boer. Lijsttrekker van GroenLinks. Lijst 10 met 24 kandidaten. Anne de Boer is geboren in Groningen en 58 jaar. Zijn hele jeugd woonde hij in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Anne de Boer studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en verhuisde hierdoor naar de hoofdstad. Voor zijn werk is hij actief in democratiseringsprojecten in buur- en toetredingslanden van de Europese Unie. 15 jaar geleden streek hij met zijn gezin neer in gemeente De Bilt, waar hij al 8 jaar in de gemeenteraad zit. Wie is de heer de Boer? Anne de Boer, lijsttrekker voor GroenLinks in De Bilt. We zijn hier zo'n 15 jaar geleden komen wonen met het gezin. Vanuit de stad naar de natuur, naar de bossen. Ik vind het fijn om hier te wandelen. Zelf wandel ik graag in Oostbroek. Ook het begin van De Bilt eigenlijk, 900 jaar geleden. Forens naar Utrecht voor mijn werk. Waar ik werk aan democratieprojecten in nabuurlanden van de Europese Unie. De afgelopen maanden was ik bijvoorbeeld een paar keer in de Oekraïne. En dan weet je waar je voor staat als je voor democratie vecht. En wij hebben dat hier lokaal, nationaal en Europees. En dat is het waard om voor te gaan. Waarom moeten de mensen op 19 maart op uw partij stemmen? Nou, GroenLinks staat voor een groen en sociaal beleid. En dat betekent dat bij ons mens en natuur centraal staat. En wij zoeken naar een nieuwe balans voor mens en natuur. En dat willen we doen. Zoals ik al zei, op diverse niveaus. En wij gaan uit van het principe globaal denken, lokaal handelen. Waar gaat uw partij zich de komende 4 jaar voor inzetten? Nou, er zijn natuurlijk een aantal heel concrete projecten en thema's hier in De Bilt. Dat is bijvoorbeeld het zwembad. In de afgelopen jaren hebben we heel veel tijd en energie en geld gestoken in het op orde brengen van de infrastructuur in onze gemeente. Veel nieuwe wegen, tunnels. Maar nu het erop aankomt om ook sociale zaken weer aandacht te geven, duiken een aantal partijen zoals de VVD, zoals D66 en ook het CDA daarvoor weg. Een zwembad, we hebben er 6 jaar over gepraat, stapels rapporten. Maar nu wordt er weer onderzoek gedaan. Nou, wat mij betreft is het over de verkiezingen heen tillen. En ik ben bang dat van afstel uitstel gaat komen. Nou, dat is een belangrijk thema. Maar er zijn ook andere thema's natuurlijk in onze gemeente. En dat is leefbaarheid, kunst en cultuur. Nou, we zitten hier in dit prachtige gebouw. Ik kijk even om me heen. Dat is het Lichtruim en we zitten in de bibliotheek. Maar we hebben hier ook de basisschool. We hebben hier ook het muziekschool. Nou, dat hebben we bereikt omdat we 8 jaar geleden met GroenLinks in het college gekozen hebben om bezuinigingen om te buigen en kunst en cultuur toch de ruimte te geven. En dit is het resultaat. Nou, dat kan met zo'n schitterend gebouw, kan het leefbaarheid in een dorp versterkt worden. Nou, dat kan natuurlijk ook met een zwembad. Er zijn ook andere punten natuurlijk. Er komen heel veel zaken op onze gemeente af. Landelijke overheid decentraliseert de zorg. En dat betekent dat vele miljoenen naar onze gemeente toe komen om bijvoorbeeld jeugdzorg te gaan organiseren. Nou, wij willen de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Zo dicht mogelijk in de wijken. En dat betekent dat wijkservicecentra versterkt moeten worden. En dat wij gaan voor tegen de bezuinigingen op de zorg, zowel landelijk als hier in de gemeente. Nou, heel belangrijk natuurlijk groen. Voor ons, en dat is voor GroenLinks vanzelfsprekend, en ik hoop ook voor heel veel inwoners van De Bilt vanzelfsprekend, dat we het groene karakter van ons dorp overeind houden. We hebben een groene corridor tussen Utrecht en De Bilt. Groene Kan, Maartensdijk. En dat willen wij openhouden. We willen niet dat daar gebouwd gaat worden. Geen bedrijfsterreinen, geen woningen. En daar zijn toch wel punten voor dat partijen voor die daar aan denken om dat te gaan doen. Ook geen randweg rondom de leien door het bos. Nou, dat lijkt ons niet een verstandige zaak. En een heel belangrijk punt is ook dat we als GroenLinks de omslag willen maken van fossiele energie naar schone energie.
Kijk, we hebben daar heel veel te besparen door isoleren van woningen, van gebouwen. Dat is goed voor het klimaat, dat is goed voor de portemonnee. En daar kan de gemeente natuurlijk ook een hele belangrijke rol bij spelen. We hebben een initiatief, energiecoöperatie opgericht, BENG. Nou, die kan aan de bak, maar ook de gemeente zelf moet een leidende rol blijven spelen voor productie door zonnepanelen te installeren. Nou, dat lijkt me van belang. Wat wilt u verder nog tegen de kiezers zeggen? Nou, ik wil graag tegen de kiezers zeggen dat op 19 maart er echt iets te kiezen valt. Dat er mogelijkheden zijn om op te komen voor een groen en sociaal debat. En daarvoor wil ik graag de kiezers oproepen om dat te doen. GroenLinks, lijst 10, dank u wel.